Hallo, ik ben Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar het eindexamen natuurkunde HAVO 2009, tweede tijdvak, op haven 19. En de vraag is, de accu's worden opgeladen, de spanning over elke accu is 4,2 volt, de laatste stroom door één accu is 200 ampère. Hoe lang duurt het om één accu op te laden als we geen energieverliezen hebben? Goed, dan hebben we natuurlijk een gegeventje hiervoor nodig. In één accu zit 0,74 kilowattuur aan energie. Dus we weten de energie als de accu vol is, is 0,74 kilowattuur. En we gaan hem opladen met een spanning van 4,2 volt en met een stroom van 200 ampère. Dus we kunnen ook zeggen het vermogen waarmee we hem opladen is 4,2 keer 200. Oftewel 880 watt, oftewel 0,88 kilowatt. De reden dat ik hem nu naar kilowatt zet is omdat de energie van een volle accu in kilowattuur staat. En we moeten een tijd berekenen. Dus, nou ja, we hebben hier kilowattuur, ik heb hier kilowatt. Hoe lossen we dat nu op? Simpelste is natuurlijk gebruiken de basisformule E is P keer T. Dus we kunnen ook zeggen tijd is energie gedeeld door vermogen. Dus we hebben 0,74 kilowattuur. Die delen we door 0,88 kilowatt en daar komt dan uit 880 watt, een beetje flauw, ik zat scheef in mijn aantekeningen te kijken. Even snel zorgen dat mijn aantekeningen, dat dit allemaal weer klopt. Doekje erbij. 800. Beetje flauw dit. Mijn excuses hiervoor. Dus dit is 840 watt, oftewel 0,84 kilowatt. Dan moeten we natuurlijk hier ook delen door 0,84. En dan krijgen we dus met tijd is energie gedeeld door vermogen nu eruit dat we na 0,88 uur, want we delen kilowattuur door u of door kilowatt. Dus dan krijgen we er uren uit dat de accu na 0,88 kilowatt of 0,88 uur volledig opgeladen is. Dus een goede 50 minuten, even zo snel uit mijn achterhoofd gezegd. Goed, als je dit hebt gedaan, waar krijg je dan de punten weer voor? Ten eerste als je gezegd energie is vermogen keer tijd. Dus als je in de berekening uiteindelijk wat ik als laatste heb gedaan, die E is P keer T, als je die goed omschrijft en nuttig gebruikt, dan heb je in ieder geval je ene punt hiervoor. Dan hebben we nog een punt voor vermogen is spanning keer stroom. Dus die P is U keer I
die hier staat, dat je die nog een keer nuttig gebruikt. En het laatste punt van de drie, complementeren van de berekening. 1 puntje waard. En dat is niks anders dan zorgen dat je ook daadwerkelijk alles netjes hebt ingevuld. En in 2 significante cijfers je eindantwoord geeft. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. Bedankt voor het kijken hier in ieder geval naar. Kijk ook eens op www.voorbeta.nl voor meer informatie, examentrainingen, uitleg, bijlessen enzovoort enzovoort enzovoort. En geniet van de andere filmpjes die hier ooit nog wel op bij zullen komen.